spinnenweb. Hoppakee. Jij bent hier echt serieus goed in. Ik ben aan het filmen. Hoi. Ik ben echt aan het filmen. Gaan we racen? Broem, broem. Dames en heren, dit is echt niet te geloven. Maar Luciano die geeft zelf gas. Die is zelf aan het sturen. En hij is 2 jaar. Dat is toch niet normaal? Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Je kent wel een liedje, toch? Ja, waarom maar de vlog van Enzo Knol, Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Goed zo. Maar Enzo begint altijd. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is... Enzo Knol. Goed zo. Nu hebben wij de intro gedaan. Ja. En ik was wakker om 7:15. Want jij was wakker. En Enzo ligt nog lekker te slapen. Dus nu gaan wij... broodjes bakken. Goed zo. En die koffie. Zit in de oven. En koffie zetten. Yes. Dus doen we deze aan. En dan gaan we Enzo straks wakker maken met een bakje koffie. Oké, klik maar op deze. Goed zo. Oké. Klein beetje. Zo'n klein beetje maar, want er gaat ook nog melk bij. Want we maken cappuccino en niet normale koffie. Jouw papa drinkt normale koffie, toch? Gewoon dit. Ja. Maar wij doen nog met melk. Kijk, een hartje. Die is voor jou voor Enzo. Die is voor Enzo. Zullen we dan bij deze iets moois maken samen? Ja, een bloem. Oh, het wordt een spinnenweb. Nee, het is toch een beetje een bloemetje? Maar het is wel een... ook een beetje spinnenweb inderdaad. Ga je deze nu naar Enzo brengen? Doe maar met 2 handjes vasthouden. Enzo. Hey, goedemorgen. Hey. Wat heb je voor hem? Wow, wat heb je daar? Heb je koffie? Oh, wat lief. Dankjewel. Wow, een hartje. Yes, goed gelukt. Oh, echt super lief. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. En we hebben broodjes gebakken, hè? Ja. Oh, lekker. Geen pannenkoek gebakken? Nee. Kom je lekker? Het is 8:30. Wow. Valt nog mee, hè? Mm-hmm. Ja, ik was er eerder uit. Ja, heb je Milana niet gehoord toen ze mij ging wakker maken? Nee. Nee, jij ging heel stil mij wakker maken, hè? Stond in 1 keer bij mij. Kom je, we gaan ontbijt maken voor Enzo. Nou, lief. Maar we hebben eerst nog even Pieter Konijn gekeken. Oh, die is leuk. Die ken ik ook. We hebben eerst gekeken en toen gingen we koffie en broodjes maken. Wow. En het is goed gelukt, hè? Ja. Nou, de broodjes zijn ook klaar. Dus kom je dan bij ons Pieter Konijn kijken en broodje eten? Ja, kom bij jullie. Zo, dames en heren. Ik heb me even aangekleed. En zoals ik altijd zeg... hallo, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ga echt heerlijk genieten van dit kopje cappuccino. Die ik dus net heb gekregen van Milana. Echt te lief gewoon. En eigenlijk ook van Miron natuurlijk. Ah. Heerlijk. Nou, ik ga maar eens even kijken wat de dames aan het uitspoken zijn, want ik hoor van alles en nog wat. En ik ben heel erg benieuwd of Milana een beetje lekker heeft geslapen. Zo, jullie zitten al aan tafel. Ja, ik heb zo'n lekkere chocomel voor Milana gemaakt. Chocomel, zo. Heb je lekker geslapen, Milana? Ja. Leuk hoor. Zo, dat is een groot glas voor jou. Lekker een wikkie. Ik ben in 1 keer wakker. Oh, je hebt de warme chocolade ook met marshmallows. Als ontbijt, wat goed. Oh, lekker hoor. Gaan we even broodjes eten. Mag ik eentje pakken? Mm-hmm. Oh, lekker. Wat? Spel spelen. Wat gaan we spelen? Ik zie daar K2 liggen. K3. Oh, K3. Oh, ik dacht dat K2. Oké, K3. En wat dat andere? Dobbel. Gaan we straks spelen, ja? Mooi zo. Even kijken hoor. Mag ik van de oranje Hanne? Dat is die met het rode haar. Mag die van jou? Oranje. Ja, oranje met oranje haar. Oh, kijk eens. Dankjewel. Nou. Ik heb nog maar 3. Mag ik van de oranje van Myron? K3, met z'n drieën. Oh, ja! Kijk eens even. Je hebt een kwartet. Hopsakee. Oké. En daar gaan we dit spelen.
Ja, daarna gaan we dat spelen. Ja, Milana dacht ook even dat ze kwartet had. Omdat ze alle drie van K3 had. Maar hey, kwartet is een beetje verwarrend met K3. Want K3 zijn met z'n drieën. Maar ze hebben natuurlijk allemaal apart een foto. En dan ook nog met z'n allen. Nou, ik ga gewoon lekker doorvragen. Zo, de marshmallows zinken helemaal in de chocoladebad. Oké, ik ga even doorvragen. Ik ga namelijk vragen aan Maiben of zij van de lichtgroene, of zij dan Klaasje heeft. Wie is Klaasje? Dus de blonde. Nee. Oh, maar je hebt wel iemand van de lichtgroene. Jammer. Oh, niet laten zien. Gaat hij jou straks vragen, dan ben je weer eentje kwijt. Oké, nou, dan ben ik klaar voor deze ronde. Heb je een lichtgroene met blond haar? Heb je een lichtblauw met een... Lichtgroen bedoel je? Oké, lichtgroen bedoel je? Met? Zwart haar. Met zwart haar. Oké, ja, die heb ik. Verdikke me. De lichtgroene met zwart haar. Die bedoelde je toch? Misschien moet je die ook nog vragen. Heb je een groen kaartje met z'n drieën? Nou, hoe weet ze dat? Jonge, jonge. Dat is een andere kleur. Oh, hoe ziet jouw groene eruit? Oh. Ja, net die andere. Maar die mag je ook. Ja, die mag je wel hebben. Je hebt hem nu toch al gezien. Ik heb er nog twee. Maakt niet uit. Ik ben blij met mijn kaartjes en met mijn kwartet. Goed zo. Nou, daar ben ik weer. Nou, ik ben al drie beurten niet gereden. Oh ja, doe jij maar een keertje. Ik hoef een kaartje. Ja, doe jij maar een keer. Deze voor mij? Ja. Oké. Nou, gaan we een nieuw spelletje doen. Wie heeft er gewonnen met het kwartet? Ik. Jij, hè? Nee, wat hadden we afgesproken? Goed zo. Harde knokkels, hè? Goed zo. Komt-ie. Slot op! Ik was eerder, hè? Ja. Jawel, ik was eerder. Maya was net even een mini seconde eerder. Nee, je mag hem hebben, hoor. Nou, dat is lief van Maya. Komt-ie. Pushje. Klok. Ik heb echt niks wat erop staat. Oh ja, dat L'tje. Klok. Oh, druppel. Kijk, ik zal even aan de mensen laten zien. We spelen dus dobbel. En ik heb hier dus een kaartje. En er staat dus een klok op, een bliksem, een uitroepteken. En Milana die heeft er ook eentje. Er staan ook allemaal tekentjes op. En Maiwen die heeft er ook eentje. Nou, en dan draait Milana draait hem om. Cactus. Nou, en dan zegt Maiwen een cactus, want die staat op haar kaartje. En die staat op het nieuwe kaartje. Dus dan pak je deze, doe je er bovenop. En dan ga je zo verder. Nou, wat staat hierop? Ik zie nu niks. Ijsblokje. Ja, ijsblokje was sneller mee, maar die duurde langer om uit te spreken. Ja. Dus die was goed, Milana. Klok. Ik zeg alleen maar klok. Hier een klok en hier een klok. Nou. Die waren allemaal van mij, maar nu van jou. Oké, nou fijn. Paard. Auto. Vuur. Dat was eerder. Ik wacht gewoon weer totdat er een klok komt. Bord. Hier, stopbord. Ja, dat zei ik. Bord, een stopbord, dat is goed. Oh. Jij wou zeggen klok? Klavertje 4 wou ik zeggen, maar die had ik net en nu niet meer. Ja, dat is best wel een moeilijk spelletje, maar jij bent hier echt serieus goed in. Nee. Jij bent hier echt... Jij bent hier echt serieus goed in. Oké, daar komt-ie. IJsflukje. Zie je? Dat is niet normaal. Zonder bril. Fles. Sorry, ik was net iets sneller. Oh, ik heb geen klok meer. Kaas. Yes. Kaas? Ik wil kaas. Ik ben ook wel klok. Komt-ie. Spookje. Ik heb dit serieus, ik zie even niks, dus ik ga wel praten. Een spookje. Oh, dankjewel. Zo goed is Milana. Ik zag er serieus niks. In ieder geval, ik speelde dit vorige keer bij... Je hebt de dolfijn. Bij Milana. Dolfijn. Oh, ik heb de dolfijn. Oh, dankjewel. Nou, er wordt gewoon voor mij gespeeld. Maar ik speelde dit de vorige keer bij Milana thuis. En samen met Virginio ook. En ik deed serieus mijn uiterste best. En Milana had gewoon meer dan wat ik had. Zo goed is Milana in dit spelletje. Maar ze speelt het ook met iedereen die bij haar langs staat. Ja. Iedereen die bij jou langs komt, zegt jij, zus, zullen we dat wel doen? Ja, dat is ook goed. Klavertje 4. Kom op, hè, Milana. Klavertje 4. Hier. Ja, je bent nu wel heel fanatiek. Hier. Nee, joh. Ja, ik had hem ook, maar ik was te laat. Bliksem. 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 Oh. Bliksem. Nou, lieve heersbeestje, denk ik. Kat. Ja. Wortel. Je mag niet. Nee, dat was lullig. Dat was echt lullig. Ik legde hem meteen op mijn stapel. Wij zagen hem nog niet eens. Je had echt zo'n wortel. Nee, eentje van jullie. Wat staat erop wat jullie ook hebben? Je kan eentje niet zien. Kijk maar, deze is helemaal crappy. Oh ja, had je muzieknoot? Nee, ja. Nou, komt ie. Nee, dat is kapot. Hondje. Goed. IJs. IJsblokje. IJsblokje. Ik had hem ook. Ja, je had hem ook, ja. Kaas. Kaas. Ik ben kaas. Ik ben ook wel klank. Kaas. Ik ben ook wel klank. Hand. Goed zo, hand.
spinnenweb. Hoppakee. Daar gaat Milana weer. Sleutel. Oh nee, die heb ik niet. Sleutel. Oh. Jullie gaan nek aan nek hoor. Lieve heerspeestje. Oké, die heb ik dan weer. Maan, die heb ik ook weer. Spinnen. Maan. Oké. Hamer. Oh, hamer. Oh, ja, ik kwam even niet op het woord. De laatste. Hatje. Hoppa. Nou, nu maar tellen. Oh, nu ga je tellen. Heb je gewonnen, denk je? 2, 15, 16. Wow. Ik wist niet dat jij zo goed kon tellen. Nee, wat hadden we afgesproken? Goed zo. Oh ja. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, jeetje. Nu moet ik ook de mijne tellen? Ja. Komt-ie. 5. 8, 13, 16, 15, 18, 20, 13, 6, 5, 18. Wow, ik vond dat je heel lang vol hield. Dat deed je echt knap. De meeste mensen kunnen dat niet. Nee, ik doe dat. Ja, doe jij het maar. Ga jij maar tellen voor mij. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Als je andere cijfers gaat zeggen. 8, 13, 16. 5, 6, 7, 17, 18. Nou, dat meen je niet. Je had ook 18. Hebben we allemaal 18. Ja, maar Milana had wel een paar voorgezegd voor Enzo, hè? Ja, je had mij 2 keer geholpen. Dus dankzij jou ben ik gelijk met Maimon. Maar we zijn allemaal ongeveer gelijk. Ja. Ja, even goed gedaan. Heel knap. 18, 18 en 16. Dus zitten heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, maar laat maar aan. Ik heb wel gewonnen. Nou, ik vond dat je een goede speler was. Ja. Maar net niet gewonnen. Maar laat maar aan. Ik weet iets wat jij nu in je hoofd hebt. Zal ik het zeggen? Ja. Je wil nog een keer spelen? Ja. Ja, zie je. Ik kan namelijk in jouw gedachten kijken. Nee, echt wel. Nee, jawel, want dat wist ik. Nee, ja, ik weet nog iets. Ik voel iets wat in jouw gedachten doorgaat. Je wil deze keer graag winnen. Ja. Ja, zie je? Ik kan in jouw gedachten kijken. Ja. Ik wil nog een keer kwartet spelen. Kwartet? Ja. Niet dobbel. Nog 1 keer en dan ga ik dobbel spelen. Gaan we dobbel weer spelen? En daarna kwartet. Ik vind dit wel leuker dan kwartet eigenlijk, dobbel. Ja? Ja, kwartet heb ik al heel vaak gespeeld. Ja, kwartet is ook nog wel een beetje moeilijk voor Milana. Echt niet. Nee, je hebt net wel gewonnen inderdaad. Maar je hebt wel vaak opnieuw gevraagd om een kaartje die je al had. Ja. Dat moet je nog een beetje leren. Wow! Oh mijn god. Hey! Oh mijn god, ik schrok zo erg van jou. Nee, ik wou Milana laten schrikken. Ik schrok niet hoor. Nee, omdat ik al schrok. Wow. Hoorde je ons het praten over croissantjes? Ja, daar heb ik zin in. Lekker croissantjes eten. Ja. Ja, dat is jouw idee. Een keer als ik bij jullie ga slapen, zullen we dan wentelteefjes maken? Oh, wentelteefjes. Ja, dat is ook lekker. Ja, dat is zeker lekker. Nou, ze denkt dan meteen dat ze nog een keer mag blijven slapen. Ze is wel heel lief geweest, dat klopt. Ja, ik heb net eventjes 2 meetings gehad online. 2 videocalls. En in de tussentijd zijn jullie volgens mij in bad geweest, of niet? Want je haren zijn helemaal nat. Je hebt echt mooie krullen, Milana. Maar dat krijg je vast vaker te horen. Hé, dat is niet lief. Ik geef je net een complimentje. Ik zeg je dankjewel. Dankjewel. Ja. Even Milana's haren borstelen. Ja, dat kan ik heel goed. Wist je dat? Nee, en zo'n Miron mag dus. Ja, dat kan ik ook helemaal niet. Daar is Miron veel beter in. Ja, ze heeft echt heel veel knopen. Ik had net al proberen te borstelen. Ja, je hebt echt lang haar ook gewoon. Ja, moet je zien zonder krullen hoe lang dat is. Ja, dat is niet normaal. Hier is de kont. Het komt echt tot je kont gewoon. Veeg jij wel eens je billen af met je haar? Nee, dat is ook een beetje gek, hè? Wat wil je met je haar? Gewoon los. Oh, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook jouw haar verven, net als de kleur wat ik heb. Nee. Ook niet een klein plukje? Nee. En dan kom je thuis en dan kan je dat aan je moeder laten zien. Nee. Nee? Nou, ik vind het heel mooi. Vind je niet mooi bij Enzo? Wel. Bij mij wel mooi. Ja. Oh, gelukkig maar. Nou, dan ben ik benieuwd naar de croissantjes. Ja, dat heb bedacht, hè? Ja. Wat, dat is geniaal. Kijk nou, heb je het helemaal zelf bedacht? Ja. Wat? Kom ze er zelf mee? Ja, we waren al aan het rollen. We hadden al eentje gemaakt. Dus eigenlijk is met een worstje weer lekkerder. Ja, daar ben ik het echt mee eens. Wow, dit is super nice. Er zit gewoon een knakworstje in. Ja. Nou, gaan we lekker smikkelen. Ja. Lekker, broodje papa. Wow. Ik vind jou erg grappig. Hier, ik vind jou grappig.
Wow! Ze is zo onhandig. Gisteren met die fiets, gisteravond met de koffer viel ze al binnen in huis. Ja. Hi gekkie. Hi poepie. Je kan ook eigenlijk wel een soort van saus bij. Of is het raar met een croissantje? Kijk, ik denk een beetje ketchup. Ketchup? Ja, een beetje ketchup. Ketchup. Bleh, beetje ketchup. Is toch lekker? Curry. Ik denk dat wel lekker. Oh, curry is misschien ook wel lekker, ja. Oh, lekker. Nou, en dan gaan we Rio 2 kijken, hè. Gisteren Rio gekeken. Rio 1, nu Rio 2. Hoppakee. Nou, zitten we dan met z'n drietjes. Weet je wie ook altijd met z'n drietjes zitten? Denk eens goed na, wie zijn ook altijd met z'n drietjes? Ik weet het hoor, K3. Ja, K3. K3. Nou, gaan we lekker eten, dames en heren. Lekker vreten. Nee, lekker eten. Hey, wat gooi je het worstbroodje op mijn voet? Ik zei toch dat het onhandig was? Hou ze wel op je bordje, hè? Gelukkig zijn we net in bad geweest. Mijn voeten zijn schoon. Goed zo. Ah! Ik ben aan het filmen, hè? Hoi. Nee, maar je hebt hem niet aan. Echt wel. Hij is echt aan. Ik ben echt aan het filmen. En zo kijk je. Hé, Becky, ben je aan het vloggen? Ja. Ja? Ja? Nee, niet. Ja. Wat ga je zeggen voor de vlog? Ja, moet ik het zeggen. Moet ik het zeggen? Ja. Nou, welkom dames en heren. Ik ben hier samen met Milana, de nieuwe vlogger. Sta ik er goed op? Ja. Wil je weer in de stoel zitten? Ja. Ja, kom maar. Geef de camera maar. Dan kan je in de stoel zitten. Ga je mijn beeldschermen filmen. Zo. Ze was gewoon aan het vloggen, joh. Ja, ze heeft hem zelf aangekregen. Moet je weer draaien? Wil je al misselen? Nee. Vind je dit leuk? Ja. Hoe kan ze dit zo leuk vinden? Dan word ik echt onmisselijk terug, hoor. Als ik moet stoppen, moet je het zeggen. Ik vind het gewoon leuk. Vind je het gewoon leuk? Nog steeds? Ja. Hoe kan dat? Ben je niet misselijk of zo? Nee. Ik zit hier gewoon misselijk. Oké, dan heb ik een opdracht voor je, oké? Probeer jij nu maar via hier, ga maar staan. Wow, die ogen! Die ogen hier zo, tik, 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 tik. Ga maar staan. Ga ze rennen die kant op? Nee, niet rennen. Probeer maar door de deur te lopen. Oh. Niet rennen, zei ik! Nee, maar je moet, die ogen, dat is niet normaal. Je ging helemaal zo, tik, tik, tik. Ging je helemaal heen en weer? Tik, tik, ja. Ze heeft de piano ook gevonden weer. Ze heeft vanochtend ook al gevonden. Hey! Dagje! Je hebt hem onthouden! Voor de eerste keer heb je hem onthouden! Goed zo! Boom! Boom! Goed zo! Nog één keertje. Oh, hij is lekker warm. Hij is lekker warm. Ja, daar heb ik met mijn dikke reet allemaal scheetjes opgelaten. Echt? Ja, daarom is hij lekker warm. Boeit niks. Boeit niks. Oké, daar gaan we weer. Oh, ik ben echt na 3 rondjes ben ik al kotsmisselijk. Nou ja, ja, zoiets inderdaad. Niet zo lang als Milana nu al zit. Ja, ik doe de 3, zij doet de 30. Wat vind je hier leuk aan? Geeft dit jou een lekker gevoel of zo? Nee, jij bent ook aan het draaien nu. Nee, ik denk dat ik maar stop, want ik ben niet aan het draaien. Wow. Kijk, je ogen. En die ogen. Nog een keer. Nee, nu is het klaar. Kijk haar ogen. Wow, misschien nu nog steeds. Kom maar, kindje. Oh, kindje. Oh, kindje. Oh, moet Milana weer naar huis? Nee, ik wil niet naar huis. Ik wil niet naar huis. Ga je naar huis brengen? Oh, ze gaat zelf naar huis, lopend. Ze komt niet bij de bel. Oh, jawel. Hallo? Wat is het codewoord? 0-A-B-C-D-D. Ja! Wow. Dat is het codewoord. 0-A-B-C-D-D, dat klopt. Nee, we gaan hier nog een keer. Dat is, volgens mij kan dat echt nooit goed voor je zijn, zo vaak. We kunnen de beer ook een keertje laten. Ja, met mij. Nee, alleen de beer. Zo, dat was 1 keer. Deze tijd. Oh. De beer wil deze tijd ook. Oh, jij niet. De beer wil dat. Oh, de beer wil dat. Nou, als de beer dat wil. Wow, nu gaat ze echt hard. Wow, nu moet je naar haar ogen kijken en zo. Kijk, kijk. Wow. Kom, we gaan. Anders ga ik jou de kietel doodgeven. Nee. Nou, ga dan. Nee! Dat is een goeie, hè? Ja, hoop. Oh. Nog een beetje duizelen. Ja, doe even sokjes aan. Doe even je jas aan. Waarom stamp jij zo hard? De onderbuurvrouw. Hey. We hebben onderburen, Boeit niks. Ja, dat boeit wel wat. Echt niet. Jawel. Echt niet. Wel. Echt niet. Daar moeten we rekening mee houden. Nee. Kom, we gaan. Nee. Ja. Nee.
Ik ga net zo lang door tot ik het weet. Ik ben blij. Hey Ben! Voordat ik ga wil ik nog eventjes een paar dingetjes aan jullie laten zien. En dat heb ik hier op de keukentafel neergelegd. Namelijk het succes van Knolpower. De Knolpower lijn camouflage is zo goed gegaan. Dat ik nadat dit heel snel was uitverkocht. Nieuwe spullen in camouflage stijl ga uitbrengen. Dus die heb ik hier liggen. Ik heb hier een Knolpower gym bag. Camouflage stijl. Ik heb hier een fanny pack. Ik heb hier een toilettas Knolpower stijl. Met camouflage. En ik heb hier een etui. Allemaal in camouflage stijl. Omdat jullie de camouflage. Lijn van Knolpower zo vet vinden. Deze windjacket heb ik ooit uitgebracht. Die is snel uitverkocht. Ook heb ik een t-shirt gehad van camouflage en een hoodie. Dus ik zou zeggen, check even knolpower.nl voor de nieuwe Knolpower camouflage lijn. Staat vanaf dit moment online. Dus ga checken. Oké, en dan gaan we er nu vandoor. Niks vergeten? Ja, van Milana is al weg. Is Milana al weg? Hé, hey, wat doe jij hier nou? Je was toch weg? Hé, hey, wat heb je hier? Het is gewoon een Knolpower scrunchie. Ja, ze weten het allemaal zelf al, joh. Waar heb je nou op gedrukt dan? Nada. En wat is dit? 1. Min 1. We gaan naar de garage. Oh, ik ga hier. Nee, we gaan hier eruit, gekkie. Nee, hier. Echt wel. We gaan hier eruit. Kom maar. Ja, je hebt goed gezien. Ja, je had goed gezien. Jij niet, Enzo. Stomme Enzo. Stomme Enzo. Milana. Poepie. Hey, poepenkontje. Milana. Hey, goedemorgen. Zeg eens wie we daar hebben. We zijn alweer een dag verder, hoor. Hey. Hi. Hoe cool. Luciano die heeft ook gewoon een Lamborghini. Echt geniaal. Ja, het ziet er zo schattig uit. Zo vet, hè. Hey, gaan we racen? Broem, broem. Hij stuurt wel goed. Ja, hij stuurt echt goed. Mooi kijken. Ga je achteruit rijden? Kijk hem dan. Ja. Hoppa, netjes hoor. Zo, beetje moe hè? Milana, beetje moe nog. Het is echt heel moe. Lekker aan het slapen. Ja. Ik vroeg dus aan Samantha. Oh, oh, dat is tegen het hek. Moet ik het hek voor je open doen? Ja? Oké, kom maar. Oh. Sturen. Wel sturen? Ben je helemaal zelf aan het rijden? Ja, vind je hem mooi hè? Dit is echt ziek. Dit is echt knap. Zet hem maar eens achteruit. Eens achteruit. Een klein stukje achteruit. Doe maar. Nog een stukje eens achteruit. En doe hem nu weer eens een vooruit. Goed zo, naar de tuin. Naar de garage. Goed zo. Dames en heren, dit is echt niet te geloven. Maar Luciano die geeft zelf gas. Die doet hem zelf in de achteruit. Die is zelf aan het sturen. En hij is 2 jaar. Dat is toch niet normaal? Kijk hem nou. Zo, heb je hem geparkeerd? Ja. Wat een baas ben jij, hé? Fijn. Wat een baas ben jij? De deur open. Deze deur open. Nou, doe maar. Ja, iets verder. Ja, oké. Dit is echt geniaal, hoor. Meneer. Hé, geef me eens even een box. Je hebt goed gereden, man. Vergeten. Ja, bijna spin vergeten. Geef me een box. Boom. Goed gereden, man. Zo, heeft hij zijn Lambo weer neergezet. Deurtje dicht. Goed zo. En nu meteen met dit ding spelen. Oh, ga je opruimen? Deur open. Deur open. Zo, jij bent wel goed bezig, hè? Goed zo. Deze weer dicht. Deur op slot. Goed zo. Gaan we naar binnen. Scout. Brr. Hey, jongetje. Gaat goed? Heb je lekker auto gereden? Papa is weg, ja. Wat is de hond aan het doen? Ja? Ja, ik kom met jou mee, maar wat is de hond aan het doen? Hé, hey, wat ben je aan het doen? Oh, sorry. Hij begint helemaal te grommen als ik er naartoe kom. Wat is er, jongen? Naar de kamer toe. Wil je naar je kamer toe? Ja. Oké, wat ga je iets laten zien? Kijk hoe hij de trap op gaat. Wow. Bijna gevallen. Pas op, hè. Voorzichtig. Liever er wat langer over doen dan vallen. Soms met die spenen in zijn mond, ik heb geen idee wat hij zegt. Ga je naar bed? Nee. Nee? Maar dit is wel jouw bed, hè? Ja. Maar waarom wil... Oh, je wilde je doekje. Nee, je wil je knuffel. Dat kan niet. Kijk, alsjeblieft. Ja! Ah!
Niet doen, joh, gek. Die is gevaarlijk. Oh, nee, nee. Haal hem even weg. Nee. Nee, niet bij mij. Niet bij mij. Auw, 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 auw. Hij knabbelt aan me. Hij knabbelt aan me. Zal ik hem aaien? Ja. Oh, hij is heel lief. Hij is helemaal niet gevaarlijk. Hij is hartstikke lief. Zo uit het niets ook in één keer. Enzo, kom naar mijn kamer. Kom, gaan we naar beneden. Neem de knuffel mee. Nou, Milana die is in ieder geval super moe. Die is echt helemaal gesloopt. We hebben haar ook goed bezig gehouden. We hebben alleen maar spelletjes gespeeld, filmpje gekeken. Dus die moet nu een beetje bijkomen. Dus die was al heerlijk aan het slapen in de auto. Misschien dat ze nog wel even verder gaat slapen. Ook al moet ik zeggen, het is gisteren ook wel... Ja, ik kom eraan, jongen. Wat ben je allemaal aan het praten? Dus Milana die moet nog even een beetje bijkomen. Wat ga je helemaal op zolder doen dan? Moet je kijken, deze lamp trouwens. Het is niet normaal, joh. Loopt helemaal door naar daar beneden. Wat wil je laten zien dan? Mijn auto is niet. Wat zoek je dan? Want anders doe je speen even uit je mond, want ik kan je niet verstaan. Kan niet. Oh, oké, de speen is uit de mond. Kan niet. Maar wat zit hierin dan? Is het gewoon kleren? Nee. Of moet ik deze open hebben? Ja. Maar hoe krijg ik die open dan? Daar. Krijg ik die hier open ergens? Ja. Kijk. Huh? Huh? Ik niet. Wat zoek je dan? Wat zie je? Allemaal auto in. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik heb echt geen idee. Ik doe de kast er wel weer dicht. Ik snap er helemaal niks van. We gaan wel weer naar beneden. Kijk, dit is hoe Luciano de trap afgaat. Voorzichtig, hè? Heel voorzichtig. Oh, bijna vallen. Ja, niet vallen. Nee, ga maar zitten. Doe maar zitten. Of heel voorzichtig lopen. Stapje voor stapje. Geen haast. Hoppakee, we komen er wel. Wow! Een mooie sprong op het laatste. Hé, hey, wij gaan er weer vandoor. Vind je dat goed? Ja. Je bent niet moe, hè? Nee. Nee, je bent niet moe. Het gaat niet heel langs. Hé, hey, maar vond je het gezellig bij ons? Ja. Ja? Krijg dan een knuffel van je? Nee. Nou, ze. Nou, krijg dan wel een knuffel. Geef je nou Maiwen wel een knuffel? Ja. Geef Maiwen een dikke knuffel dan. Yeah. Doei! Krijg ook een knuffel? Ja, toch wel? Yay! Nee. Nou, gaan we je volgende keer weer zien? Ja. Ja? Ja. Nou, heb je Milana gemist, Samantha? Lekker rustig, hoor. Ja, ze heeft je heel erg gemist, zei ze. Wel super lief dat je ons het vertrouwen hebt gegeven om op Milana te passen. Natuurlijk. Dat is helemaal goed Milana gekomen. Milana heeft het leuk, toch? Ja. Nou, ja. En ze vond het geweldig. En wie heeft gewonnen met kaarten? Ja. Jij toch? Ja. Gaat Luciano ook een keer bij ons slapen? Ja. 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 Wij hebben thuis geen tablet, hé, dus dat wordt wel een dingetje. Ja, dat wordt met een Lamborghini rijden. Ja, ja, dat denk ik ook. De hele dag rondrijden in een Lamborghini. Nou, wij gaan er weer vandoor. Ja. Tot de volgende keer. Hey, doei, maatje. Zo, hoi, 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 hoi. Nou, dat was wel echt superleuk. Ja, dat was echt gezellig. Dus Samantha, die zei nog even dankjewel, bye bye. Tot de volgende keer. Nou, dat gaat goed komen. We zien ze gewoon de volgende keer weer. Precies. Het was leuk om een keertje op Milana te passen. En vooral omdat ze het ook echt leuk vond. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want van de meeste kinderen van die leeftijd, die gaan echt niet graag even weg van huis. Bij vreemde mensen slapen of zo. Niet dat wij vreemd zijn, want ze kennen ons gewoon. Maar ik had het niet verwacht, nee. Ik wou vroeger echt gewoon graag thuis blijven. Toen ik wat ouder was, toen ik iets van 12 was of zo, wou ik liefst elke weekend logeren. Ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt van ja, cool, alleen logeren, maar logeren. Maar ja. Milana heeft dat nu al, echt superleuk. Dus die komt vast nog wel een keertje blijven slapen als ze dat weer een keer later wil, of een paar maanden of zo. Precies. Nou, superleuk. Hebben we dat ook wel een keer meegemaakt? Ja. Wat ik zojuist heb gedaan, is het volgende. Ik heb een hartje gemaakt in koffie. Nou, jullie weten hoe dat eruit ziet, want de afgelopen dagen zijn we veel met koffie bezig. En het enige figuurtje wat we kunnen is een hartje. Dus we proberen die te perfectioneren. Dus ik heb een hartje gemaakt voor Roos. En Myron, die had een bloemetjesfiguur. Die hebben jullie ook wel eens gezien. Die had er gemaakt voor Jeremy. Maar uiteindelijk hebben ze omgewisseld. Want Jeremy voelde zich niet meer stoer. En Roos, die wilde eigenlijk het bloemetje. Jeremy heeft nu altijd koffie. Ik gun hem gewoon aan mijn vriendin. Want ik ben een humble guy. Een humble guy. Humble guy. Nou, leuk dat jullie er in ieder geval zijn. En ze hebben bordspelletjes meegenomen. Ja, maar je had ook risk. Waarom zeg je dan neem risk mee? Ja, omdat jullie de anniversary edition hadden, maar die schijnt dus helemaal niet zo... Nou, die is heel mooi. Ja, de doos is heel mooi. Nou, dus we gaan lekker vanavond spelletjesavond houden. Superleuk, heel veel zin in. Maar Jeremiah, die had dus dit gezien bij mij en die dacht, dat kan ik ook. Makkie, deze is... Ik heb afgekeken. Ik heb een fotografisch geheugen. Dit moet er helemaal in, hè? Hier, nee, toch? Nee, nee, nee. Nee, nee.
als het goed is, als je zeg maar over de kop gaat, ja, dan erin blijft zitten. Hier, zie je, blijft gewoon. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Waarom zo hoog? Oh, en dan... Hij is nog niet klaar. Want... Ja, dit, het kan nog goed komen. Oh, gras! En dit lijkt echt alsof op een bakkie die je krijgt lekker, met bejaardentehuis. dit is niet helemaal zoals het hoort. Nou, probeer jij nog even een goede te doen. Met deze melk. Maar die heb jij wel opgeschreven. Ik dacht dat jij die ook had gedaan. Nee, dit melk heb ik klaargemaakt. Het ziet er makkelijker uit dan dat. Zo, daar moest hij zelfs even over nadenken. Oké, daar komt hij. Ja, eerst lekker romig. En dan... Dan wordt het wit. En dan een hartje. Nou, een soort van. Nou, maar kom nou. Ik bedoel, het is niet heel... Zie alleen ook... het schuim ontbreekt. Zie je ook hoe romig deze is? En dit lijkt wel alsof het alleen... Ah, kijk, dat is al een beetje beter. Hoe kan dat nou? Wat doe je nou? Als je dat mij had laten doen, had ik dit ook. Deze is mooier nu. Ja, klopt. Dit is echt zo'n hartje die je tekent als je 3 bent. En dan kan je ook nog dit doen. Zelfportret toevallig? Ja, gewoon zo'n serieus gezicht. Kijk dat neusje ook. Als je nu zo erin kijkt, is het gewoon een spiegel. Zo. Nou goed, helemaal mooi. Ik weet niet of er mensen zijn die dit spelletje kennen, maar dit hebben Roos en Jeremy meegenomen. Ticket to Ride heet het? Ja, Ticket to Ride. Ja. Ticket to Ride. En ik ben de laatste waarvan de punten worden geteld. En nou, voor de mensen die dit niet kennen, dan hebben jullie echt zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Maar we hebben allemaal treintjes, wagonnetjes hier zo neergelegd. En ik ben gaan reizen van Cadiz naar Stockholm. Cadiz. Dus dat Cadiz was zo woep, woep, woep helemaal naar Stockholm. Klopt. 21 puntjes. Had je ook minpunten? Heb ik, nee. Geen minpunten? Alle kaartjes gebruikt. Okay. En dan heb ik hoeveel puntjes? 119 plus 4. 3 stationnetjes. 3 keer 4. Plus 12? Ja, plus 12. En dan kom ik op? 131. Gelijk met jou. Heb ik net zoveel als Jer. Ja, echt op de langste route. En Myron die heeft 121. Ja. En Roos die heeft 124. Maar Roos krijgt er 10 bij, want ze heeft de allerlangste route van de trein. Nou, dat gaan we nu even berekenen. Ja, dus dan heb je 134. Ja, checken, want dus heeft Roos gewonnen. Nee! En dan zijn wij gedeelde tweede plek! Nee! Jer vindt het echt vervelend. Ik heb al 2 keer gewonnen. Ja. Al 2 keer? Ja, al 2 keer. De prijs, hè? Ja, dit was wel echt een heel erg leuk spelletje, hoor, moet ik zeggen. Wij wilden misschien Risk gaan doen, maar we hebben toch gekozen voor Ticket to Ride. En dat vond ik wel heel erg tof. We zijn hier echt uren mee bezig geweest. Dat was wel mee, toch? Ja, nee. We waren alarm bezig met hotel. Ja, dat is waar. Maar vaker doen spelletjes avond, dat is echt leuk. Ja, vind ik ook echt. We hebben het allemaal goed gedaan. En Roos, echt een mooie lange wagon. Lekker bezig. Echt nice. Wat gaan we de volgende keer doen? Deze weer. Ja, dit vind ik wel echt leuk, ja. Oké, dames en heren, Jeremy en Roos zijn weer naar huis. Ik heb het heel erg gezellig gehad. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Ik zou zeggen, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!